gespannen gezichten in het Essink Sportcentrum in Eindhoven. De plek waar het allemaal is begonnen voor judoka Johanne van Lieshout. Dinsdag stond haar eerste wedstrijd op het programma tijdens de Olympische Spelen in Parijs. Het is heel spannend. Gisteren was er eentje op de Olympische Spelen en die kon na 4 seconden al naar huis. Het kan heel, heel raar lopen. Nou heeft Johanna wel flink wat ervaring natuurlijk. Ja, er is natuurlijk heel veel druk die er op haar nu staat. Wereldkampioen nummer 1 op de ranking. Dus ze moet het nog maar laten zien. Dat is wel moeilijker dan dat je denkt. En laat ze dadelijk horen voor Joanna. Hey! Come on! Dat de judoka het ver zou schoppen kwam niet als een verrassing. Ja, echt een meisje wat heel graag wilde judoën, een spelletje graag wilde doen, maar ook het heel goed aanvoelde. Zij is heel goed, dus grond. Neewaza is grond, daar kan zij, is zij heel goed in. Staand is zij ook heel goed, dus ja, ik win er niet zo makkelijk van, laat ik zo zeggen. Ja, komt-ie, kom op! Fans en vrienden waren hoopvol dat hun Johanne met een medaille thuis zou komen. Maar helaas viel dat feestje in het water. In de tweede ronde werd ze uitgeschakeld. Mogelijkheid, eerste wedstrijd van Verlies. Gaat die droom in de droom op? Verloren. Helaas.